Goedenavond. Eerst was het de euro die de prijzen opjoeg. En gisteren waren het de Fransen en de Duitsers die zich niet aan de afspraken binnen Europa hoeven te houden. Moeten we eigenlijk wel zo blij zijn met Europa? Of trekt Brussel veel te veel macht naar zich toe? Daar mag u over stemmen, want volgend jaar is er een referendum over de Europese grondwet. Gaat dat referendum eigenlijk wel ergens over? Daarover gaan we het hebben in BNW van vanavond met onder meer Louise van der Laan van D66. U bent zeker wel blij met dat referendum, want dat is het stokpaardje van D66. Ja, het is hoog tijd dat we eens een keer een referendum houden over Europa. Ik had hem graag gezien bij de uitbreiding met de 10 nieuwe landen uit Oost-Europa, bij de invoering van de euro. Ik denk dat mensen denken, wanneer mogen we eindelijk wat te zeggen hebben? Nou, dat mag nu dus, eindelijk. En waarom is dit zo belangrijk dan, in Europees verband? Omdat je merkt dat mensen niks hebben met Europa. Dat ze het gevoel hebben dat over hun hoofd wordt beslist. Nou, hebben ze eigenlijk wel gelijk. En ik vind dat je mensen bij dat soort hele belangrijke beslissingen moet betrekken. En de beste manier om ze te betrekken is om ze ook echt wat te zeggen te geven. Het was natuurlijk mooier geweest als het niet alleen een raadplegend referendum was geweest, maar echt bindend. Maar het is tenminste een eerste stap. En ik hoop ook dat al die mensen in Nederland die zo'n koudwatervrees hebben en burgers wat macht te geven, dat ze daar eens overheen stappen. En bent u ook niet bang dat we al die mensen nee gaan stemmen in Nederland, gezien wat er gisteren gebeurd is? Nou, als je kijkt naar wat er gisteren gebeurd is dat juist een reden om ja te stemmen. Omdat, ja, omdat die grondwet, die zal ervoor zorgen dat de Europese Commissie meer macht krijgt. En die stond in dit geval aan de kant van Zalm. Dus dat je wat minder de macht geeft bij die grote landen en wat meer bij het gezamenlijke Europa. Dus dat is een reden om juist voor te stemmen. U denkt echt dat die grondwet ervoor zal zorgen dat die groten zich ook aan de regels gaan houden? Ja, dat weet ik, want ik heb hem gelezen en ik heb dit artikel er nog even op nagelezen. Maar dat betekent gewoon dat je, het rare is, je hebt juist in sommige gevallen meer Europa nodig. En we hadden gewoon te weinig, waardoor de landen konden doen waar ze zin in hadden, in plaats van de Europese Commissie. Die moet gewoon de macht erover krijgen. Arjo Klamer, u bent econoom. U heeft die grondwet niet gelezen, want dat hebben we net even gepeild. Net voor het programma, in de promo. Ja. Een beetje, zegt u nu, schutte. Maar hadden we maar wel gehad, dan had Zalm meer steun gehad. Ja, maar de grondwet wordt net zoiets als een stabiliteitspact. Ik bedoel, de grote landen kunnen natuurlijk ook doen en laten wat ze willen. Als je kijkt naar wat Europa eigenlijk is, is toch een samenspel van een paar grote machten. En Nederland doet daar heel gezellig aan mee. Dus een kleine land als Nederland wordt als voetvee gebruikt door de grote landen? Ja, we denken dat we als voorloper kunnen fungeren en door voorop te lopen dat we beter zijn dan wie dan ook. Braaf jongetje van de klas. Nou, we komen nu achter wat dat betekent. Ik denk dat we er langzaam achter komen dat het Europa helemaal niet zo'n mooi verhaal is. En ook een verhaal is dat waar we eigenlijk helemaal niet zo sterk deel aan willen hebben zoals dat ons in de loop der tijden voorgehouden is. Waarom bent u niet zo blij met Europa? Nou, het is eigenlijk helemaal niet zo'n mooi verhaal. Het is een machtsverhaal. We moeten groot en sterk worden tegen dat grote Amerika. We moeten allerlei democratische, sociale worvenheden op het spel zetten daarom. Steeds minder democratie, steeds minder zeggenschap. Dat is nou wat we nu hebben. Maar het wordt alleen maar erger. En door steeds meer bevoegdheden aan het Europese parlement door te spelen, dat natuurlijk helemaal geen democratisch lichaam is. Daar raken we steeds meer. Die worden rechtstreeks gekozen door de bevolking. Niets voor democratisch. Niemand heeft er wat mee. Vraag aan een van die mensen of ze één, behalve jou dan, parlementariër kennen. Nou, is ook een ex ook nog. Maar dat is dus een groot probleem dat dat functioneert zonder dat wij daar op een manier ons mee inlaten. Maar wat is het alternatief dan? Nou, het alternatief is sterk, gewoon klein is mooi zeg ik maar, sterkere politieke eenheden die de kans hebben om vitaal, democratisch te zijn en sociaal zorgend. Een soort Benelux eigenlijk? Ja, nou, ik denk Benelux al te groot is. Nederland vind ik groot genoeg. En kleinere politieke eenheden, nou, misschien is Nederland nog te groot, maar kleinere politieke eenheden, menselijke maat, democratisch mogelijk, sociaal zorgzaam en internationaal samenwerken, zoveel als mogelijk. Maar zorgt Europa niet voor meer welvaart? Nee, nou ja, dat zien we. De economie gaat helemaal niet zo goed. Maar we zijn economisch. Dat heeft allerlei omstandigheden te maken. U weet als econoom ook dat we voor onze handel, voor onze export, ook voor de banen in Nederland ontzettend afhankelijk zijn van dat Europa. Dat is, en heel veel baat hebben gehad bij die open grenzen van dat Europa. Maar Nederland doet het altijd heel goed zonder Europa. Nederland heeft ongelooflijk goed gegroeid en ontzettend goed economisch gefunctioneerd zonder dat we in de grote Europa zijn. Wij zijn een handelsland. We hoeven niet zo te regeren met de mensen waar we mee handelen. We willen juist onafhankelijk zijn. Als we mot hebben met Duitsland, dat we met Amerika kunnen handelen. Als we mot met Amerika, gaan we met China handelen. Wij zijn handelaren. U bent tegen Europa, hè? U gaat ook tegenstemmen, hè? Tegen die grondwet. Ik ben voor een sterke democratie, een zorgzame samenleving, sterke economie ook. Dus u stemt tegen dat referendum? Ik stem tegen dat referendum. Meneer Vos, u bent directeur van een transportbedrijf, waarvan ik helaas de naam vergeten ben. Bent u ook zo blij met Europa? Nou, ik ben heel blij met Europa. Er rijden voor mij 3000 trucks door Europa.
kwazend kweer. En die trucks die moeten natuurlijk niet al te veel belemmering hebben. Want een productievoertuig wat stilstaat, ja, dat brengt natuurlijk geen geld in. Dus het heeft u wel meer welvaart gebracht? Het brengt ons nu al meer welvaart en het gaat ons nog meer welvaart brengen. Ik wil dat ook de Rusland erbij komt en zo, want dan is het nog makkelijker. Nou, op dit moment nog niet, hè, want die moeten zich hier zo... Ja, op een duur wel, ja, dat mag. Turkije, maar u moet zich voorstellen, ik ben onlangs naar Praag geweest. Ja. Daar ben ik de grens gepasseerd en er stond 15 kilometer vrachtwagen. Ja, dat was dus allemaal dit. Daar stonden er verdorie nog 10 van mij bij ook nog. Ja. Dus daar was ik helemaal niet blij mee. U was de chauffeurs aan het controleren of ze wel op tijd reden? Nee, die moeten daar hun afhandelingen doen bij de douane. Hè? En die douane, ja, die is nog een klein beetje van de oude stempel. Net als we vroeger in Oostenrijk en Italië hadden. Nou, toen die landen bij de EU kwamen, toen was dat in één keer afgelopen. Toen konden onze trucks in één keer doorrijden van Amsterdam naar Milaan. En die waren daar dan in 2 dagen, waar ze vroeger 3 dagen over deden. En nu is het met Oost-Europa precies hetzelfde. Dus u gaat voor die Europese grondwet stemmen? Ik ga zeker voor die Europese grondwet stemmen. En u weet niet wat erin staat? Ik weet niet exact wat erin staat. Maar ik, nee, maar ik zal u nog eens iets meer vertellen. Ik weet niet eens wat er in de Nederlandse grondwet precies staat. Want ik ben geen jurist en ik heb dat niet helemaal bestudeerd. Maar in hoofdlijnen weet ik natuurlijk wel waar het op neerkomt. En dat is vrij verkeer van goederen, diensten, mensen enzovoorts. Maar, en vrije handel. En dat is alleen maar goed. En wat meneer Klamer zegt, die is dan econoom. Nou, ik begrijp daar niks van. Wat zijn wij nou als Nederland alleen als wij niet in een groter veld kunnen werken en kunnen opereren? Dan zijn wij toch gewoon niks. De Nederlanders hebben 25% van het internationale vrachtverkeer in handen. Nou kijk, we zijn handelaren en dat betekent dat we altijd weten te handelen waar dan ook. En soms ook om barrières heen kunnen handelen. Maar wij als handelaren... Maar dan moet je niet te veel belemmeringen. Nee, nou goed, wij zijn gebaat bij inderdaad een liberale wereldeconomie. Ja. Maar dan moeten we niet die grenzen gaan leggen aan Tsjechië. Dan moeten we dat ook, die grenzen ook weghalen. Die grens moet open, dus dat land moet bij dus Europa. Dan moet je niet zo'n Europees fort bouwen, want daar zijn we nu mee bezig. Ja. Dan moet je gewoon een liberale wereldorde hebben. Dan moet u niet Europa steunen, maar de Wereldhandelsorganisatie. Mag ik dan mevrouw Patijn, u is voorzitter van de Kappersbond. Bent u ook zo blij met Europa? Nou, ik zat gisteren in Bilbao. Oh, en ja, daar kreeg onze branche een prijs voor goede praktijken. Het werken met chemische stoffen. En toen dacht het niet leuk. Werken met chemische stoffen? Ja, wel werken met chemische stoffen, maar de manier waarop. Hè? Ja. Dus toen leek het hartstikke leuk. Gisteravond vertrok ik naar huis en kreeg net voordat ik het vliegtuig instapte een sms'je. Dat we het project met de lage btw op intensieve diensten weer omhoog zou gaan. En dat met ingang van juli. En toen was ik gelijk ziek. Want dat betekent dat de kappers binnenkort... En wij spelen hielpen daar niet meer tegen trouwens. Hoor. Nee? Dat betekent dat de kappers dan in plaats van de 6% btw 19% btw moeten rekenen. Ja, nee, dat klopt. Ja. Dat klopt. En het hele droevige daarvan is dat gisteren alle ministers uit alle landen de Europese Commissie geadviseerd hebben om het project door te zetten of het definitief te maken. Dus, nou, dat niet helemaal. Het was een experiment en ze willen het experiment nog een keer met 2 jaar verlengen. Ja, nou ja, goed. Dat is niet definitief hoor. Nee, maar nou goed, dat is wel over tafel gegaan. Hè? Dat heeft het dan voor de rest misschien niet helemaal gehaald. Maar het advies is wel geweest om het door te zetten. En dan denk ik, als alle landen dat nou willen, dat lijkt me toch zeer democratisch. En weet u wie het tegengehouden heeft? Ja. Bolkestein. Frits Bolkestein, de eurocommissaris, erg dom van. En het vervelende is dat het Europees parlement staat hier ook buitenspel. En dat is geen... Die gaan niet over de kappersterieven. Nee, het gaat over... Dus als er nu een referendum zou worden gehouden, dan zou u tegenstemmen? Nou, u vraagt het aan mij, maar ik weet wel wat mijn branche gaat doen. Die gaan namelijk allemaal tegenstemmen. Ja, maar het rare is dat als die grondwet er komt, dan heeft het Europees parlement, krijgt daar dan wel wat over te zeggen. De basisfout is dat Brussel moet zich niet bemoeien met de kappersterieven in Nederland. Daar hebben we Brussel niet voor nodig. Kijk, precies. Op de grens heb je Brussel voor nodig. Daar heb je Europa voor nodig. Maar heel veel dingen heb je Europa niet voor nodig. Dus bemoeien met de dingen waar je echt aangaat. Je zegt met een grondwet, die wel of niet. Het probleem is,
elke bureaucratie dijt uit en probeert zoveel mogelijk macht te grijpen. En Brussel heeft aangetoond dat ze alleen maar meer graait en meer graait en meer graait. En daarom moet je die grondwet houden, want die grondwet geeft voor het eerst grenzen aan. Hier mag Europa zich wel en niet mee bemoeien. Het geeft het recht aan het Nederlandse parlement om ook blokkades op te werpen. Allemaal dingen die er nu niet zijn. En ik vind dat de essentie. Echt het voordeel van die grondwet. Kijk, dat vertrouw ik niet. Dat vertrouw ik niet, want het zijn al die politici. Nee, wacht even. Dat zijn al die politici die nu opeens zeggen we moeten terug. Hebben het allemaal toegestaan. En daar vertrouw ik dus iets niet. En tweede is, zonder een juridische discussie te komen, maar de grondwet is er niet voor om kapperstarieven te controleren. Een grondwet is iets, is een algemeen statuut. En de zorg zal blijven van, Brussel bemoeien niet mee. Want kappers, daar kan misschien de Nederlandse overheid zich mee bemoeien. En misschien nog wel alleen de stad Amsterdam, hoe ze met haar eigen kappers om moet gaan. En dat moet je zo ver mogelijk van dit soort grote bureaucratie houden. Jacques Moreau is campagneleider. En campagneleider geweest ook in zijn grijs verleden van de PvdA. En we hebben nog een vierde persoon aan tafel zitten. Dat is Maurice de Hond. Maurice de Hond uit een heleboel enquêtes blijkt dat mensen wel willen gaan stemmen als dat referendum eraan komt. Nou, vaak is het zo dat mensen gaan zeggen dat ze stemmen, maar stemmen zelf valt dan wel meestal tegen. Bij de laatste Europese parlementsverkiezingen was de opkomst 30% en mocht op dezelfde dag inderdaad dit referendum plaatsvinden, dan hadden we gegarandeerd meer dan 30%. Mijn taxatie is tussen de 40 en 50, want wat gaat er gebeuren? En deze discussie hier was zo'n perfect voorbeeld ervan. Want die hele discussie ging helemaal niet meer over de grondwet, maar ging over bijna alles wat met Europa samenhangt. We hebben de euro nog niet gehad, maar die komt direct misschien ook nog. En we gaan over alles, omdat het de eerste keer is dat we een referendum in Nederland hebben, gaan we onze schade inhalen. Want we gaan alsnog nog even over de euro stemmen, we gaan alsnog even over Europa stemmen, we gaan eigenlijk alsnog even over het kabinet Balkenende 2 stemmen, en we gaan alsnog even misschien nog over het vertrouwen in de politiek stemmen, en dan is het een leuke opkomst. Ja, wat, wat gaan we dan stemmen? Nou, ik ben er echt van overtuigd als ik zie hoe die campagne gaat verlopen, en het probleem om überhaupt echt het sek over die grondwet te houden, dat er een behoorlijke opkomst komt en dat we in meerderheid gewoon zeggen nee. Waar we nee tegen zeggen, maakt dan verder niet uit. Maar officieel is het dan nee tegen de Europese grondwet. En dan is pas echt het bijzondere aan de hand, en dat zou ik graag van Lucie Wies willen horen. De regering heeft nog geen uitspraak gedaan van welke conclusies ze gaan trekken. Nou, de Graaf heeft zelfs gezegd, het is geen bindend referendum, dus we hoeven ons er niet aan te houden. Exact. En wat krijgen we dan? Dan gaat de meerderheid van Nederland gaat zeggen nee. En ik denk dat dat een redelijke opkomst is. En dan moet de regering vervolgens zeggen van wat ze ermee gaan doen. Ik zou graag eigenlijk van tevoren willen weten wat een echt referendum zou de regering van tevoren moeten zeggen. Nou, bij die opkomst en met deze uitslag verbinden we deze conclusie. Nou, laat ik dat als vraag aan Lucie Wies. Het leuk is dat de regering er niet over gaat, maar het parlement. Hoeveel procent moet er minimaal opkomen? Wil het referendum geldingsdrang hebben? Maakt niks uit. Want er is geen opkomstpercentage. In kan je toch vaststellen? Dat kan. Wij van D66 willen toch minimaal dat er 10% van mensen komt. Maar dat hebben we niet gezegd. En het leuke is, het is een initiatiefwet van GroenLinks, PvdA en D66. Omdat we dat niet relevant vinden. Omdat je aan mensen vraagt wat hun mening is. En dan ga je niet zeggen van, maar als er niet genoeg mensen komen, dan trekken we ons er niks van aan. Nee, het moet wel heel dus als maar 5% van de mensen gaan stemmen, dan luistert u wel naar de uitslag van het referendum. Ja, tenzij er iets heel raars gebeurt en een oorlog uitbreekt of weet ik wat. Maar in principe, de meeste partijen vinden dat ook. Dat je, natuurlijk moet je daaraan houden. Anders dan, waar hou je dan een referendum voor? Om dan vervolgens tegen mensen te zeggen van, ah, we doen het lekker toch niet. Maar stel nou dat het kabinet zich er niet aan houdt. Het kabinet zegt, ja, we gaan toch die grondwet ratificeren. Er komt toch een handtekening van Nederland onder te staan. Dan komt er in de Tweede Kamer en dan stemt u tegen? Dan zal ik met heel veel pijn in mijn hart zal ik dan tegenstemmen. En gelooft u dat de VVD dat ook gaat doen? Dat weet ik niet. Die waren toch nooit zo voorstander van referenda. Dus Geloof je dat de PvdA dat ook gaat doen? Nou, de PvdA en GroenLinks die zit een beetje op onze lijn. Die zijn in principe willen ze die kant op gaan. De VVD heeft al gezegd dat ze het meer voor zichzelf. Maar dat mag ook. Het is een raadplegend referenda. Maar de grote grap is van het gebrek van vertrouwen van de politiek en de kiezer. Van we gaan met elkaar een referendum houden. Maar we gaan eerst naar de uitslag kijken om vervolgens te zeggen welke conclusie we eraan verbinden. Doordat ze dat gaan doen, gaan er nog meer mensen tegenstemmen. Want die snappen, we zijn allemaal volwassen burgers, goed ontwikkeld, goed geïnformeerd. En vervolgens worden we door de politiek niet serieus genomen. Wat er gaat gebeuren bij dit referendum, is iets wat we in 2002 hebben gezien, in de aanloop van die verkiezingen en Fortuin, is een soort veenbrand in Nederland aan de gang met onlust. En de katalysator was Fortuin. De volgende katalysator zal precies deze stemming zijn. Maar ik ben het helemaal niet mee eens. Want de meeste mensen die hebben namelijk wel een fundamenteel goed gevoel bij Europa. Ondanks alles wat ik hier hoor, maar als je mensen spreekt, ze zeggen van, we moeten juist meer Europa hebben. We moeten gezamenlijk kunnen optreden in Irak. Waarom laten we dat helemaal aan Amerikanen? Hebben wij de verkeerde mensen uitgenodigd dan? Dat die allemaal tegen Europa zijn? Ja, in sommige gevallen, maar dat is leuk voor het debat. Maar ik heb vandaag een onderzoek gedaan. Waaruit onder andere hebben we voor de grap de vraag in eerste plaats naar aanleiding van gisteren van, zou u alsnog een referendum willen hebben over terugkeer naar de gulden?
Hij zegt 60%, ik zou een referendum erover willen hebben. Verstandig. Vervolgens is de vraag van, als we dat referendum over de terugkeer hebben, zegt 55%, dan zou ik voor de terugkeer van de gulden stemmen. Als je vraagt over, en wat je dan ziet is, we weten bijna allemaal dat dat een onmogelijke situatie is, maar er zit een soort basisonvrede. En die wordt gegarandeerd bij dit referendum gekanaliseerd. Dat hebben we hier al bijna zien gebeuren. Want mensen gaan niet over het grondwet stemmen. Ja, je probeert die poging te doen en het is heel te respecteren. Ja, maar alleen mensen gaan over de euro stemmen. Mensen gaan over het gevoel stemmen van, waarom neem je ons nu pas? Waarom heb je ons 10 jaar geleden niet gevraagd? En waarom zegt notabene een minister van D66, de Graaf, nou, we weten nog niet wat we gaan doen met de uitslag van het referendum. Even het kabinetsstandpunt. Ja, hoe kan je dat dan doen, D66? En daar zitten ook niet D66'ers in. Ja, zo gaat dat, want dat heet dualisme. Het kabinet doet één ding, ik heb mijn eigen verantwoordelijkheid. Maar op het moment dat dat gebeurt, dan dreigt er een kabinetscrisis. Nou, daar moeten we niet overdrijven. Ik vind het belangrijk dat het referendum komt. Nou, maar dan gaat een hele Kamer, of een groot gedeelte van de Kamer, gaat tegen het voorstel van het kabinet stemmen. Ja, dat kan toch. Dat is de verantwoordelijkheid die we hebben. Wij zijn daarvoor gekozen om het kabinet te controleren. En denkt u niet dat het kabinet dan zegt op het moment dat ze voorzitter zijn van Europa, want dat zijn ze tegen die tijd. Ja. He, dat wordt, elk half jaar wordt dat afgewisseld. Wij stappen op. Maar we laten ons toch niet chanteren door het kabinet? Het gaat toch om die grondwet? Dat die politici inderdaad niet bijdraaien in het parlement bedoel ik dan, hè? Nou, ik zou het erg opmerkelijk vinden als ze dat wel zouden doen. Want nu heeft Nederland altijd zo braaf mee proberen te lopen. En men is ontzettend benauwd in Europese kringen om als eurosceptisch aangemerkt te worden. Dus we zijn zo bezig in Europa om in de pas te lopen en voorop te lopen. Dus ik zou het wel erg opmerkelijk vinden als wij nee gaan zeggen. Ik vind het wel mee maar van misschien... in de pas lopen, wat zal hem heeft gedaan de afgelopen tijd. Ja, dat ik ben trots op keer ons kabinet wat dat betreft. Toch wel, hè? Ja, ik vind het heel goed. Het gaat om de regels. Het is uiteindelijk alleen de VVD. Het is alleen de VVD die van de gevestigde partijen het bemoed heeft om steeds op te staan tegen een te groot Europa. Dus aan het eind van de dag buigt ze ook wel weer mee. Maar er is nooit een grotere partij in ons land die zich echt kritisch durft op te stellen tegen Europa. Want de VVD moet het zichzelf ook aanrekenen, want ze hebben zelf zo hard campagne gevoerd voor de stabiliteitspact. Dat was de harde voorwaarde waarom ze met die euro in zee zijn gegaan. Iedereen die iets wist kon hun vertellen dat een wassen neus was, hebben ze allemaal genegeerd. En nu worden ze na een paar jaar met de feiten geconfronteerd. Ze moeten bekennen dat ze ongelijk hadden, dat ze niet met die euro in zee hadden moeten gaan en dat ze die gulden daar vast moeten houden. Stel nou, je bent voor de Europese grondwet, zoals Louis van der Laan. Hoe ga je dan campagne voor? Nou, door vooral niet over de inhoud van die grondwet te gaan praten. Daar ga je het niet over hebben. Daar ga je het vooral niet over hebben. Nee? We kunnen het met elkaar over hebben. Maar dan... Waar ga je het dan wel over hebben? Nou, je moet het hebben over, je moet proberen, deze hele campagne gaat over emotie. Die gaat bij voor- en tegenstanders over emotie. Want ben je voor Europa? En dan zou mijn advies zijn, praat zo min mogelijk over grondwetten, over Brussel, over Europese parlementen en commissarissen. Want dat interesseert hoegenaamd niemand iets. Dat begrijpen de meeste mensen ook helemaal niet. Dan moet je bij weg blijven. Als je een keer als voorbeeld wil hanteren, prima. Maar het gaat om je visie, het grote verhaal achter Europa. Dat moet je over toekomst praten, over open grenzen, waar je meer belang bij heeft. Ja, dat wordt de slogan dan? Nou ja, kijk, daar zit het grote geld, dus daar moeten ze me eerst maar inhuren. Maar de slogan die heb ik wel, dat is volgens mij stop de euro's. Stop de euro's is dus leuze voor de mensen die tegen zijn. Maar daar hoeft hij niet voor betaald te worden. Nee, want dat zijn mensen die moeten weer op een zolderkamertje gaan zitten, stencils draaien, want die hebben geen geld om dat campagne te voeren, terwijl het grote geld van de overheid, dat gaat hier allemaal die campagne ingestort worden. Nee, kijk, stop de euro's, dat staat voor... Die vreselijke munt, die ons allemaal toch behoorlijk bestolen heeft van onze koopkracht. Dat kunt u vinden. Ik denk dat zeer betrekkelijk is. Als zakenman, maar de consumenten die zijn er allemaal op achteruit gegaan. Ik ben ook iedereen consument. Zijn frustratie over. Het tweede is de stop de euro staat voor Europarlementaris, een Europarlement, een Brusselse bureaucratie waar mensen niks mee hebben. Dus ik denk dat de spijker op de kop van dat sentiment is, zonder dat je zegt dat je tegen Europa bent. Voorstanders staan we sterk, is dat een slogan? Nou, dat gezamen, dat hebben we de laatste tijd wel genoeg gehad, volgens mij, in campagnes. Maar even los van die leuzen, het zal echt moeten gaan over dat je mensen op hun verantwoordelijkheid zal moeten aanspreken. Perspectief bieden via Europa, we gaan nog niet met onze rug naar Europa staan. Dat soort termen doen het over het algemeen heel goed in een campagne. En dan moet je hopen op een hoge opkomst. Meneer Tjoenke, voor welke leuze zou u stemmen? Nou, ik zou zeggen, dit is manipulatie. Ja, maar we worden hier op een ander onderwerp gefixeerd dan waar het om draait. Ja. En er was maar één persoon hier zo pas die iets gelezen had van die grondwet. Ik vind dus dat het de taak is van de politici om vanuit hun gedachtegoed, waarvoor we ze gekozen hebben, het werk te doen.
En dat werk is om nou eens goed te lezen waar het over gaat, discussies aan te gaan en te zorgen dat er een goede, een verbeterde grondwet komt voor mijn part. Bent u dan eigenlijk wel blij met het referendum? Ik ben helemaal niet blij met het referendum. Ik vind het een volkomen foute aanpak. En waarom dit dan? Soort verhalen waarom, vind ik typisch naar manipulatie ruiken hoor. Ja, maar u heeft waarom bent u tegen dat referendum? Ik kan die grondwet niet lezen. Niemand hier. We hebben daar de tijd niet, helemaal niet voor. Dat staat op internet en zo, dat kan je allemaal nalezen. Ja, we hebben helemaal de tijd er niet voor. En waarschijnlijk zal voor de meeste van ons het juridische taalgebruik ook nog een rem zijn. Ja, maar dus, te ingewikkeld. Dus we kunnen het niet. En dat opent de deur voor manipulatie. Nee, maar het is, als u gaat vragen aan de gemiddelde kiezer, heeft u een partijprogramma van een partij gelezen? Dan stelt het is niemand die dat gelezen heeft. Zelfs binnen de partijbureaus van politieke partijen wordt het amper gelezen. Ik bedoel, de minister, de lijsttrekker en zijn adviseur lezen. En dan stemmen ze vaak op poppetjes, hè? Mannen of op vrouwen wordt er gezegd. Moeten ze dan in dit geval stemmen? Dat beeld wordt een beetje overdreven, hoor. Dat wordt wel een beetje een papegaaiencircuit. Mensen durven echt wel op inhoud te kiezen. Maar achter die emotie zit namelijk heel veel inhoud. En de kunst is, en dat is de kunst die Fortuyn heeft laten zien hoe je dat echt moet doen, is of je de trend één kant op kan krijgen. En als de pro's veel te veel achterover gaan zitten, een beetje over grondwet gaan praten, de overheid te lang wacht om echt te gaan uitleggen van waar welke kant we op moeten, dan kan het een hele zware dobber worden. Ik zeg wel, poppetje, het zou mij niet verbazen als in die aanloop naar het referendum iemand van buiten de bestaande politiek de drager gaat worden van de tegenbeweging, misschien met de kreet stop de euro's, en tegelijkertijd een startpunt wordt voor een nieuwe politieke beweging die bij de Tweede Kamerverkiezingen die daarna weer volgen de gestalte gaat geven van de tegen de politiek in het algemeen beweging. Dus die persoon die zie je niet, en dat zal bijvoorbeeld de SP, Marijnse, die zal iets tegen, ook als enige expliciet, maar die zal daar niet de drager voor kunnen zijn over de hele breedte. Maar het zou me niet verbazen als er iemand anders opkomt. Ja. En wat moeten we nou gaan doen als de meerderheid van Nederlanders tegen de EU gaat stemmen? Nee, we stemmen niet tegen de grondwet. Tegen de grondwet. Moeten we dan uit de Europese Unie stappen? Nee hoor. Het valt eens te overwegen, ja. Het is wel een hele voorzichtige uitspraak, nou, reclame. Als je de campagne wil winnen, de huidige situatie is natuurlijk onrealistisch. Ik bedoel, we zitten er zo ongelooflijk in. Maar wat je wel kan doen is gaan remmen. Voorkomen dat er steeds meer doorgespeeld naar Europa. Dat we opkomen voor bijvoorbeeld het belang dat de nationale parlementen, echt dat het daar gebeurt. En dus niet in een Europees parlement, niet in een Europese regering, maar dat we ook dat Europa opener is. Met andere woorden, dat we een andere doel voor ogen hebben in plaats van één. En dan terug naar de gulden ook. En bijvoorbeeld ook terug naar de gulden. Moeten we gewoon uit de EU stappen? Nee, wat er moet gaan gebeuren bij een tegenstem is dat allereerst de politiek en ook de regering die tegenstem serieus neemt. En dan vervolgens 2-3 jaar gebruikt om Nederland echt goed op te voeden op het gebied van de Europa. En dan ben ik van overtuigd dat het referendum wat daarna komt, dat we dan voor gaan stemmen. Gaan we eruit stappen dan? Nou, je kunt alleen maar uitstappen als die grondwet er komt. Want nu mag het nog niet. Maar als die grondwet er komt, kunnen we het uitstappen. Wat heeft het referendum dan voor zin? Waar hebben we dan hier 25 minuten lang over gepraat? Dat is het belangrijkste argument om voor te stemmen. En dan hebben we er alvast weer eentje. Dit is wel een goede slogan. Stem voor. Want dan kunnen we eruit. Ja. Nou, tot zover deze BNW. Mocht u door willen discussiëren over Europa, soms is het echt leuk om het over Europa te hebben, dan kunt u terecht op www.debatplaats.nl. Morgenavond zit hier Rob Trip. Ik wens u een goede avond. Dank u wel.